En nu van voor, achter, twee. Kijk nu, armen gestrekt naar achter. Gestrekt. En terug naar boven. Ik ben Betty Otrik, ik ben voorzitter van Beerschot Atletiek Club. Ik ben van 's morgens tot 's avonds bezig met de club. Kribbelig. Houd de speer opzij. Nee, met gestrekte armen. Elke club moet vrijwilliger zijn. Zonder vrijwilligers zijn er nergens. We hebben hier nu 7 trainers lopen. Het zijn allemaal vrijwilligers. Ja mannen, lopen hè! Neem die trainers weg, dan mogen jij nog 60 of 70 kinderen hier hebben. Hoe ga je die begeleiden? Kan niet hè? Als je best hoeft, dan ben je bij mij klaar met trainen achterin. Hè? En ik ook. Ja, jij ook. We geven aan iedereen een kans die zich wil inzetten. Want zo hebben we James. Pas naar James Staderecht. Hij was in het verleden, ik geloof met de Olympische Spelen, begeleider van Alan. Hij is hier dan beland na die Olympische Spelen als asielzoeker. En hij wil zich ook 100% engageren. Oké, goed. Ik was in Liberia coach voor mijn national team tot de Olympische Spelen. Maar toen ik naar België kwam, ik kwam met helpen met de kinderen. Sneller, come on. Er zijn 20 kinderen hier. En 19 of 15 jaar in Venik, kinderen hier is aan de top. En hij zei, ja, 10 jaar geleden heb ik dat kind proberen te helpen. Vind zo goed, hè? Ja, dat is de bedoeling voor vrijwilliger. Yeah. Die trainers hier zijn, het is allemaal aangesproken. Het is door met mensen te praten, dat James training is komen geven, dat Mohamed training is komen geven. Maar het zijn ook mensen die moeten gestimuleerd worden en ja, bijgeschoold worden. Dat wordt ook allemaal betaald door de club zelf. Dus wij steken er tamelijk veel geld in. Heb je geen mail gekregen van Rita? Met de taakverdeling? Oh, oké, okay, ja. Ik moet wel zeggen, je steekt er heel veel tijd in. Maar met voldoende ondersteuning gaat het wel allemaal. Onze benen tegen elkaar. Ik ben Abdel en ik ben trainer bij de atletiek. Ik werk hier bij Umecor Hoboken. Dus ik ga soms in het weekend werken voor toch in de week wat vrij te maken voor de atletiek. Zijn jullie klaar? Ja. Meisjes, zie je coiffeur, hè? Schoen uit het salon, dat is nou de training, hè? Kom maar. Wat ik hier terecht ben gekomen, dat was via een scholenveldloop die mijn zoon gewonnen had. En ze hebben die naar hier verwezen, naar een Beerschot. En de tweede zoon is ook hier beginnen trainen. Maar mijn derde zoon ondertussen ook en de vierde ook. En ja, en zo ben ik hier terecht gekomen. Ik was hier toch altijd aanwezig. En ik dacht maar nuttig te maken en ja, ook trainingen te geven. Wacht eens even, op wat liet erbij? Dat onze armen hoog blijven. We moeten altijd onze vingers kunnen zien. Knieën hoog. Hè? Knieën hoog. En dat we in een bocht snel uithouden. Oké? Okay? Op jullie plaatsen. Go! Knieën hoog. Kom maar, die armpjes gebruiken. De glimlach en blijdschap van een kind, dat heeft geen prijs. Hè? Ik vind als je een kind iets mee kunt geven, ik vind dat onbetaalbaar. BVAC Beerschot! Hey!